Een groep van 22 medewerkers van het kabinet van de president en het instituut van de First Lady zijn gisteren begonnen aan de opleiding tot buitengewoon agent van politie, BAVP. Ten einde beter invulling te kunnen geven aan hun functie bij het uitvoeren van taken. De training, die bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte, duurt 4 maanden. Minister Albert Ramdien van Bibus heeft samen met zijn collega's van de CARICOM met hun Indiase counterpart op 21 april 2023 de voortgang van samenwerking besproken tijdens de 4e CARICOM India ministeriële bijeenkomst in Georgetown, Guyana. Tijdens de bijeenkomst is brede sectorale samenwerking besproken op de gebieden van onder andere handel en economie, landbouw en voedselzekerheid. De Indiase minister sprak over het initiatief van India om individuele kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen via onder andere de levering van machines, technologie en training met een waarde tot $1 miljoen en kijkt uit naar voorstellen. Het ministerie van Openbare Werken heeft op een 4-tal bruggen op de wegstrekking Berg en Dal Achoni beschadigingen geconstateerd aan de stalen roosters van het weggedeelte. Deze beschadigingen vormden een gevaar voor de weggebruikers, waarna er urgente herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Het gaat om de brug bij Tutaya 1, de Kumbu-brug, de brug bij Mindiriniti en de brug bij Mindiriniti 2.